In de vorige aflevering waren we op het eiland met de ruïnes terechtgekomen. Daar zagen we de gigantische portal die ons waarschijnlijk naar Prodigium gaat leiden. Maar ja, hoe gebruiken we het brugpoeder om de brug te openen naar de portal? En als het eenmaal gelukt is, wat treffen we aan bij de portal? Nou, hij lijkt... Oh! Er gebeurt iets! Dit lijkt op die portal, op die machine waar Baardman het over had. Inderdaad. Wojo. Het heeft wel iets weg van het rode Digium, vind je niet? Ja, absoluut. Want je ziet daar links, zie je ook... Ja, je ziet het niet goed, maar er zit een rood iets en aan de rechterkant zit er een blauw iets. Oh, dat had ik nog helemaal niet gezien. Oh, wow. Wat zou dat groene dan zijn? Ik heb geen idee. Ja, het is een beetje... Het lijkt wel alsof dat een soort van... Een energie is van die boom. Dus vind je niet een soort van aderen die door de wortels gaan? Echt bizar. Maar ja, inderdaad. Nu moeten we kijken hoe we daar kunnen komen. Heeft dat niet te maken met die... die bridge dust. Die bridge dust? Inderdaad. Het lijkt alsof we hier nog iets mist. Om over te steken. Kijken. Zie je dat? Het water zit ertussen. Oh, maar moet je dit zien? Het lijkt bijna een soort magie, joh. Oh, jee. Alright. Nou, we moeten er even naar kijken. Maar voordat we dat gaan doen, is iets heel erg belangrijks wat we even moeten bespreken. Oh, wacht. Zullen we dat dan hier in het huisje doen? Dan zijn we hier iets Ja, het is maar veiliger. Net wat je een huisje noemt, hoor. Dit is al lang geen huisje meer, volgens mij. Nee. Oh, kijk. Oeh. Nog meer. Hey, kijk eens eventjes aan. Bridge Dust. Hey, dat is fijn. Dames en heren, wij hebben op dit prachtige kanaal de 500.000 abonnees behaald. Wat ontzettend bizar. Dankjewel voor alle liefde en alle mensen die geabonneerd hebben en die de serie volgen al jaren. Super sommigen. Super gaaf. Ja, ik zie zoveel comments van mensen die zeggen, kijk, dat is de eerste kerstsurvival. En dat is? Dat is lang vijf geleden. Vijf jaar geleden, ja. Volgens mij. 4, 3, wat is het? Het is lang, het is een bizar avontuur geweest en nog steeds. Ik bedoel, kijk waar we staan. Hallo zeg. Voor het grote portoverhaal. Echt, ja. En we hebben gewoon dus ontzettend veel seizoenen, verhalen gehad. We hebben bioscopen uitverkocht, bioscoopzalen uitverkocht, met z'n allen gekeken. Niet in niets gedaan. Echt een prachtig avontuur. Dus dankjewel voor de 500.000 abonnees. En zoals we zeiden, hadden wij een klein, hoe zeg je dat? Een klein cadeautje voor jullie. Om te vieren dat we de 500.000 abonnees hebben behaald. We hadden namelijk een tijd lang de nieuwsbrief op onze webshop. Dat was natuurlijk super handig. Kwam informatie over van alles en nog wat. Als er iets uitkwam, stuurde daar een e-mail over. Ja. Maar wij vonden het zo leuk toen we op een gegeven moment die tekening zijn gaan uitsturen van Jeb en andere kleine presentjes. Kerst. Inderdaad. Dat was super leuk, want we zagen allemaal leuke tekeningen van jullie. Toen dachten we van, kunnen wij niet dat nog iets specialer maken? Dat we jullie nog meer kunnen geven om de video's heen natuurlijk. En dat gaan wij doen met de Dodo Club. Dodo Club. De Dodo Club, dat is eigenlijk dus gewoon mega gepimpte versie van de nieuwsbrief. Want elke week gaan wij in de Dodo Club een e-mail versturen met iets leuks erin. Dus dat kan bijvoorbeeld zijn een nieuwe tekening, een kleurplaat die je kan inkleuren. Het kan een zo'n puzzel zijn die je zelf moet afmaken. Het kan zijn een nieuwe video. Een extra video voor de Inderdaad. Dodo Club. Als wij bijvoorbeeld nog een keer gaan minen of we gaan een leuke Q&A doen, dan wordt dat alleen voor de mensen van de Dodo Club. Je krijgt een dag van tevoren te weten wanneer de merchandise artikelen online gaan, zodat jij de eerste bent die ervan weet. En ook met evenementen, met de kaartjes, zal de eerste berichtgeving naar de meest trouwe mensen, de mensen van de Dodo Club, gaan. Precies. Maar dat is niet alles, want weet je wat het allermooiste van dit is? Nou? Het is 100% gratis. Je betaalt niets. Het is gewoon echt een extraatje wat je elke week ontvangt. Je hoeft alleen dus je e-mailadres op te geven. En dan krijg je elke week krijg je dus een bericht van ons. En ik ga denk ik ook in elke e-mail een Wouters weetje erbij doen. Oh, leuk. Ja, het wordt gewoon een leuke extra e-mail om gewoon elke week dat je denkt van, hey, dit was weer leuk. Weet je wel, gewoon een klein extraatje van ons om jullie te bedanken voor alles. En je kan het niet doen, toch? Op de shop. Zeker. Als je nu naar Woutershop.nl gaat en je scrolt een klein beetje naar beneden, dan zie je daar dat je kan aanmelden voor de club. Mocht je al de nieuwsbrief volgen, dan zit je automatisch al in de club en dan krijg je het dus. En vanaf volgende week gaan wij de eerste, ja, hoe zeg je dat, e-mail eruit sturen. We moeten nog iets leuks, hoe heet dat? Zodat iedereen zich natuurlijk nog even kan aanmelden. Ja, zeker weten. En zoals ik al zei, het is hartstikke gratis. En misschien moet je dan volgende week even opletten of je inderdaad het e-mailtje hebt gekregen. Maar dat laten jullie tegen die tijd weten. Dus check dat op Woutershop.nl. En
En ja, wie weet zien we jou in de Dodo Club. Ja, dat zou vet zijn. Dat is toch tof. Jij hebt een Wouters weetje en is er dan ook allemaal ietsjes... Niet weet je, iets wat ik niet weet. We gaan gewoon elke keer kijken wat jij niet weet. Nou ja, kijk, dat is het leuke aan die e-mail. Het gaat van alles zijn. Het gaan Wouters weetjes zijn, het gaan kleurplaatsen zijn. Maar misschien denken we op een dag van... we moeten een leuke achtergrond. We hebben een hele toffe artwork van Jeb. Dat is leuk als achtergrond op je iPad of op je telefoon. Nou, dan sturen we dat via de e-mail naar je toe. Dus het kan van alles zijn. Het wordt gewoon telkens een presentje om het te openen. Leuk, toch? Ja. Maar ja, nu zitten we nog even op een plek die iets minder gezellig is. Tenminste, zo lijkt het. Eens even kijken. Wat wil je doen met die brug? Ja, ik denk dus dat we dat spul erin moeten doen. Hoeveel heb jij er? Ik heb er 4. En jij? Ik heb er 2. Wacht even, dan geef ik er jou 1. Ja. En je zou dat hierin... Ja, dat moet toch wel. Het is blauw en dit is blauw. 1 plus 1 is 4, toch? We gaan het gewoon uitproberen. Laten we dat gewoon uitproberen. En wie weet... Toch? Komt die brug er. Ja, want het ziet niet voor niets door het hele dorp verspreid, toch? Nee, inderdaad. Oké. Tel jij af? Ja, ik tel af. Gooi het erin. In 3, 2, 1. En nu. Bij mij zit erin. Oh, heb je ze alle 3 gedaan? Oh ja, ik heb ze alle 3. Oh. Is dat... Ik wist niet hoeveel erin moest. Hallo? Hij doet het niet. Nee, maar hij heeft het wel geaccepteerd. Hebben we niet meer nodig? Ik bedoel, het is een vrij grote brug. Al weet ik niet wat er dan zou komen. Maar we kunnen kijken of we... Er zijn namelijk nog wat meer huizen. Ik zag erachter nog een huisje. En daar zo... Oh. Ik hoor iets. Oh nee, er werd weer geschoten. Oh, ik zie daar iemand. Wie zie je daar? Wie is dat? Wacht even. Was dat... dat leek Baardman. Nee, joh. Ja, echt. Maar waarom zou die... Waar is hij heen? Wat? Waarom zou hij op ons schieten? Weet je zeker dat het Baardman was? Nee, hij stond super ver weg. En het is zo mistig. Maar weet jij nog wat hij aan had? Zo, nee, joh. We hebben Baardman echt al een tijd niet meer gezien. Maar ja, kijk. Ik weet niet of dit misschien nog iemand anders van dat volk zou kunnen zijn, hè? Oh, dat is waar. Ik bedoel, wie woont er anders op dit eiland? Dat moet toch wel... Ja, of het is Baardman. Ik weet het niet. Laten wij kijken of we in ieder geval nog meer van dat poeder kunnen vinden. Dan kunnen we misschien dichter bij die portal komen. Even kijken, hier is het leeg. Welke kant wil je op? Nee, ik zie hier zie ik nog een huisje. Oh ja, het is zo moeilijk om te zien wat nou een huisje was. Maar ik ben ook zo stom, hè. Kijk, dan sta ik hier. Zie ik het huis? Dan laat ik de deur open doen. Oh ja, want anders kan ik er echt niet in, hoor. Oh jee. Ik heb hier, hier is nog eentje. Hier. Oh, die had ik helemaal niet gezien. Ja, het zit op veel plekken. Ik denk dat we gewoon misschien meer erin moeten doen. Nou, laten we al die huisjes hier bekijken dan. Oh, hier is nog. Bridge dust. Hoeveel zullen er zijn? Hier zie ik er volgens mij ook nog weer eentje. Ik heb er nu alweer 4. Kijk, ik dacht dat dit dus ook een huisje was, maar... Nee, ja, het is moeilijk te zien of het een huisje is of niet. Nee. Oh, hier is er eentje. Ik heb 4. Oh, 3. Nee. Moet je eens komen kijken. Oh ja, ik deed hier dus weer de deur open. Moet je eens komen kijken bij de deur. Oh, ik denk dat het hier meer is van doe het niet open. Dan kom je makkelijker binnen. We moeten wel opletten of we niet dan die persoon zien die op ons schiet. Ja, dat sowieso. Oh, hier was hij eerst. Zie je dat? Dit was waar wij eerst stonden. Oh ja. Oh, kijk hier beneden. Oh, ja. Ik wil net zeggen. Pak jij die, dan kijk ik hier. Toppie. Ik heb hier nog 2. Ik heb hier... Ik zit al op 7. Dus dat gaat 6. Wel rap. Ja, dat is best veel. Maar ik zie niet die persoon. Nee. Het lijkt niet al te groot, het eiland. Dus hij kan niet ver zijn. Maar ja, het lijkt wel alsof hij soort van weet hoe het hier werkt. Hoeveel dust heb jij? Ik heb 6. Ik heb 12. Nee. Oh, dat gaat al hard. Oh, weer een deur waar je niet doorheen kan. Ik weet dan nooit of het een huisje is of... Oh, hier bij jou. Hey, ik hoor een schaapje volgens mij. Ja, ik had dus ook dat ik iets hoorde. Oh, dat is creepy. Dat klonk echt best wel eng. Je hebt het nog helemaal niet gezien in de survival. Een muziekbox, toch? Nee, het is wel echt heel lang zijn hier geen mensen meer geweest. Oh, hier is een schaap. En een papegaaitje. Ook al? Ja. Ik ga weer een beetje richting de portal, kijken of daar iets is. Ja,
ik kom mee. Ik zit alleen te denken, stel nou dat we straks ergens blauwe Digium vinden en we kunnen door die portal. Is dat dan een slim plan? Wat zit er daarachter? Wat zit er achter die portal? Ik heb echt geen idee. Want het lijkt ook wel... Kijk, zie je dat groene... lijkt soort van allemaal richting die portal te wijzen. Of het komt eruit of zo. Daar lijkt het ook bijna op. Ja, het is heel moeilijk te zeggen. Oh, hier is nog een heel groot pad. Ja, ik zie hier nog een huisje. Nog meer mushrooms. Oh, soms zit het ook een beetje verstopt op de onderkant. Moet je op, okay. Goed op letten. Kijk, is hier nog meer? Hier is nog een pad. Hier is... hier kan je het goed zien, zeg. Zo, ik zie daar ook... vet uit. Ik zie daar een blok rode Digium en er is ook blauwe. Is dat? Dat moet toch blauwe Digium zijn? Ja, sowieso. Het is dezelfde soort of zoiets. Ja. Oh, ik heb er drie. Drie? Nou. Op hoeveel zitten we dan? Ik heb er nu 9. 9 en ik heb er 15. Dus we zitten op 24. En hoeveel hadden we ze net erin? We hadden net 6 erin gegooid. Ja, dat is echt veel. Dan hebben we 30 stuks. 30 stuks, ja. Ik zit even te denken... hoeveel zou zo'n zoiets nodig hebben? Nou, we kunnen het altijd uitproberen en dan kijken of hij werkt. Ja, maar even denken... Jij had ook 3, toch, erin gedaan? Ja. Oké, dus dan moeten we nu denk ik ook weer evenveel aan beide kanten doen. Dat denk ik ook. Jij had 9. Wacht, ik geef jou gewoon alles wat ik heb. Dan kan jij hem splitten. Toppie, je krijgt ieder 12. Oh, wacht, dan hebben we er 6... We hebben er allebei net 6, dan gaan we er 28 in doen. Of niet? Oh nee, sorry. We hebben 24 stuk. Ja, ieder 15. Ja. 30, maar ook meer. Er ligt volgens mij niet heel veel meer, want... Ik zat te kijken en volgens mij hebben we nu al alle huizen gehad. Toch? Dat denk ik ook, ja. Nou, het is wat? Niet zo heel groot. Nee, daarom. Dus laten we dit gewoon proberen. En als het niet werkt, kunnen we altijd nog meer gaan zoeken, toch? Doe het gewoon alles in één keer? Ja, ik hou het gewoon uit mijn inventory in één keer in. Oké. Nou, laten we het proberen. Alright. Gooi het erin in 3. 3. 2. 1. 1. Komt-ie. Bij mij zit erin. Bij mij ook. Nee, lijkt... Oh! Hey! Er gebeurt iets! Wow! Kijk nou! De brug! Wow, dit is... Wow, wat vet. Oh, wow. Kijk nou. Zo, hey. Damn. Dit was genoeg. Dit was zeker genoeg. Wow, kijk nou. Jeetje, kijk ook hier aan hoe de ene kant blauw is en de andere kant rood. Ja. Net als het Digium wat daar aan het einde is. Wow. Zo, laten we dit even gaan kijken wat dit allemaal is, joh. Zomaar even... Van zo dichtbij. Hoe mega is dit? Dit is echt de grootste portal ooit. Niet normaal. Oh, moet je hier op de grond kijken? Oh, er loopt iets. Oh. Het lijkt wel alsof we hier het in moeten doen. Ja, inderdaad. Hier moet het rode in. En hier moet het blauwe in. Maar hoe komen we aan het blauwe? Ik weet niet. Ik denk niet dat we dit kunnen pakken. Want dit lijkt wel alsof dat voor een reden daar staat. Ja, dat denk ik ook. Ja, ik denk misschien moeten we op zoek gaan naar informatie. Dat we erachter kunnen komen waar we dat blauwe kunnen halen. Toch? Zullen we op zoek gaan naar die persoon die hier net op ons schoot? Ik weet niet. Is dat slim? Nou ja, misschien kunnen we daardoor wel... meer te weten komen. Ja. De vraag is natuurlijk, wie was het? Ik heb echt geen idee. Ik bedoel, als het paardman is, ja, dan zou het moeten lukken. En dan kunnen we ermee praten. Ja, precies. Maar ja, wie weet is het ook wel compleet iemand anders die niet... Hé! Hey! Het is paardman! Maar waarom heeft hij zijn boog? Huh? Dus hij schoot op ons. We komen in vrede! Oh jongens, het was toch Baardman. We gaan in de volgende aflevering zien hoe dit afloopt en of hij ons kan vertellen waar we het blauwe Digium kunnen vinden. Vergeet dus niet eventjes nu naar woutershop.nl te gaan. Meld je aan voor de Dodo Club. En wij zien jullie volgende keer weer bij een nieuwe video. Tot dan mensen. Ciao.